Hi, goedenavond. Ik heb een shoplogje. Ik kom net boven, ik moet even uitdagen. Nee, leuk dat je kijkt. Ik heb een shoplogje en zo zit het beter. Ik dacht, dan ga ik even met je delen. Oh, zo zit het best leuk zo. Nou, een beetje naar achter. Kiko. Allereerst heb ik een heel leuk tasje bij Kiko gekocht. En daar heb ik het allemaal even in gedaan. Ik heb het ook op vandaag. Bril. Bril. En die ga ik even ophouden vandaag. Want ik moet natuurlijk voorlezen. De 3D Hydra Lip Gloss. En dit is een special edition. Er staan ingrediënten op. Kleur 45. Er is verder geen beschrijving op het doosje. Het is kleur 45. Dat is deze kleur. Heel mooi. Als je op een gegeven moment, wat ik heb gemerkt vandaag, de glans er een beetje af is, dan laat hij nog wel kleur achter. Dan heb ik de. Oké, ik heb. Laat ik eens beginnen. Een beetje een raar verhaal. Ik heb geen. Maar om te even bril schoon. Ik heb geen special editions gekocht. Dit is allemaal de vaste lijn. Maar dan nieuwe kleuren. Of ja. Deze. Die lipgloss was dan limited edition. Maar ik ben niet een hele grote fan van lipgloss. Maar ik vind dit echt een hele mooie kleur. Maar dit zijn dus allemaal vaste producten die ik gewoon van Kiko nog niet had en wilde proberen. En er zitten dus geen collectiedingen bij. Gewoon, dit is de vaste. Collectie van Kiko, maar niet een speciale collectie als het ware. De Everlasting Color Precision Lip Liner in de kleur 420. Die had ik ook op bij deze. Die ziet er zo uit. Dat is een opdraaiding. Ik zal hem even laten. Hij is redelijk donker, maar aan de andere kant zit een. Oh, kijk, zit een slijpertje en een kwastje. Dus je kan hem heel mooi uitvagen. En ik heb gemerkt dat deze vooral heel mooi gaat met deze lipgloss. Dus dan heb ik nog de 3D Hydra Lip Gloss, de kleur 02. Dat is de gewone editie. Kijk, want die is zilver. En die limited edition is goud. En dit is de kleur 02. Ja, jammer dat er geen namen op staan, hè, bij Kiko. Maar dit is gewoon eigenlijk. Hij is niet helemaal clear. Hij is een beetje persikachtig. Dus ik ben benieuwd hoe me dat gaat bevallen over een andere lippenstift heen. Dan heb ik de Long Lasting Liquid Eyeshadow in de kleur 01. Maar die had ik al. Dus die ga ik niet openmaken. Ik kan hem laten zien. Kijk, dat is deze. Dat is deze huidkleurige. Dus die had ik al. Dan heb ik de Long Lasting Liquid Eyeshadow in de kleur 02. Maar die had ik ook al. Dus die gaat ook gewoon naar iemand anders. En dat is deze. Beetje ook huidskleurig, maar een beetje rozer. En die heb ik op mijn ogen nu.
Niet dat je dat heel goed kan zien op de camera. Heel mooi, basic, naturel. Dan heb ik de Hydra Shiny Lip Stilo in de kleur 15. Er komt in de verte een ambulance of iets met een sirene langs. En dan is er een hond hier in de straat en die gaat dan meejoelen. Ik maak even mijn hand schoon. En mijn lippen. Voor de stilo. Dit was, kan ik me herinneren, een nieuwe kleur. Een beetje nude peach, maar niet oranje. Meestal slaan dit soort kleuren bij mij oranje uit, maar dat valt bij deze wel mee. Ik vind hem wel mooi. Het zit fijn, het voelt gewoon als een hydraterende lipstift. Ja. Oké, ik heb van de Beauty War, dat is dan wel een speciale collectie van Kiko, de Volumizing and Curling Effect Mascara 02 Elegant in Black. Dat is dan, de rest komt in van die zwarte doosjes. En dit is dan, als het van die zwarte doosjes zit, is het een vaste collectie volgens mij. Maar dit is, ik heb hem op nu. Hij smudged niet. Hij flaked bij mij niet. Het is, ja, ik heb hem ook helemaal vuil gemaakt. Zie je dat? Ik stak naast de tube. Het is niet een gladde tube. Het is een beetje, het voelt een beetje rubberig. Maar niet zacht, zeg maar. Wat vind ik hiervan? Deze heeft, hij is, ik vind hem, ik heb hem vandaag voor de eerste keer gebruikt. Hè? Dus misschien is hij over een paar dagen wel heel anders. Maar ik vond hem een beetje nat. En ik hou niet van een hele natte formule. Maar hij is wel wat gesleten. Maar hij maakt echt wel volume en curl. Dat houdt hij ook echt wel goed, vind ik. Ik zit even in mijn spiegel te kijken. Hij heeft bij mij niet gesmutst of geflaked of wat dan ook. Dus wat dat betreft, ja, vind ik dit eerste indruk is fijn. Tot nu toe nog geen gekke dingen. Dan heb ik de Lasting Matte Feel Liquid Lip Color in de kleur 01. Dat is een zwarte doos. Ook dit is een bestaand product, maar een nieuwe kleur. En deze, is heel bruin. Ja. Het moet iets dikker. Want nu zie je gewoon mijn eigen lippen doorheen. Nu zijn de honden van de buren en mijn hond aan het communiceren. En dat hoe, dat was niet mijn hond, want die loeit niet. Ik heb een husky, ik weet het, en huskies loeien. Maar de mijne niet, blaft ook heel zelden. Oké, hier is hij bruin dan in het echt, heb ik het idee. Hij is wel al aan het opdrogen, dus dat is echt een goed teken, denk ik. Ja, het is heel nude, heel neutraal. Hij is niet zo geel qua ondertoon als dat hij op, met een vingertje, als dat hij op het beeld is. Valt me op.
hij is, je ziet alleen nog de randen. Dus ik denk wel dat hij kissproof is. Maar ik heb nog meer lipstift. Dus ik ga heel even met een nat doekje, haal ik hem gelijk eraf. Want anders dan zit ik zo meteen te boenen. Ja. Oké. We gaan verder. Dan heb ik gekocht de Powder Power lipstick in de kleur 01. Weer de zwarte verpakking. Dit is zo'n lipstick. En dan trek je de bovenkanten af en dan kan je hem uitdraaien. Dit is ook een nieuwe kleur. Maar die is heel licht en heel mat. En dan zie je hem toch dat hij iets peacheriger is dan die Stilo. Maar echt heel mat. Daar heb ik wat op. Let op. Oké. Heel creamy qua aanbrengen. Hij voelt absoluut niet droog. Hij is licht, ja. Is hij te licht voor mij? Nee, maar dat komt omdat ik een hele lichte huidskleur heb. Ik moet hem wel goed aanbrengen, want anders zie je mijn eigen lipkleur erheen. En die, dat is, ja. Maar hij maakt die concealerlippen, dat vind ik dan niet. Hij maakt het wel heel licht. En ik vind het op zich wel mooi. Ik hou daar wel van. Hoewel ik ook wel van mooie rode lippen hou. Maar dit is op zich een goede optie. Hij voelt nog steeds, hij ziet er heel mat uit in de spiegel. Maar hij voelt nog steeds niet heel erg droog. Maar wellicht dat we hem ook hiermee kunnen combineren. Want dit is ook een hele lichte peach kleur. Kijk, en dan krijg je een hele nude shiny lip. Ja. Ik zou er wel ik denk Charlotte Tilbury Iconic Nude bij doen. Iets donkerder. En dan. Ja. Ik hou hiervan. Ik vind dit wel mooi hoor. Ik. Ja. Ja. Ja, en wat ik al zei. Deze is heel. Je verwacht het niet, want hij is echt heel mat. Hij ziet er een beetje velvetachtig uit. Maar hij brengt heel creamy en smooth aan. En heel veel kleur geeft hij wel af. Je moet wel een beetje je best doen om te dekken. Maar dat komt waarschijnlijk omdat het gewoon een lichte kleur is. Met deze lipgloss vind ik het echt een perfecte combinatie. Ik zie me dit gewoon als een everyday ding. Of naar een feestje of zo. Ja, ik maak daar niet zo heel veel verschil tussen. Ik hou van nude lippen wat dat betreft. Het kan mij wat niet. Concealer lippen, ja graag. Ja. Het valt niet heel erg op. Het is niet heel erg dat je denkt, wow, wat heb jij op je lippen, weet je wel. Het is echt, nou goed. En dan hebben we uit de gewone collectie een blush. En daar had ik al een van hoor. Maar ik wilde gewoon een andere kleur. Dus dit is kleur 11 en dat is iets met roze of zo. Kan ik me herinneren. En dat is deze kleur. En die ziet er, ja, je kan het goed zien.
Oh, hier heb ik een zoen gedaan, dus doe ik hem daaronder. Een hele mooie hier. En het is een hele mooie blush. Nou, even mijn handen weer schoon. Zal ik dat mottedoekje even nemen? Dat is misschien handig. Want, kijk. Dit is die liquid lipstick. En dit is de lip liner. Waar ik echt op moet boenen. Nou, dat gaat er wel af met douche. En het laatste wat ik heb gekocht, behalve het tasje dan, is de Nourishing Perfection Cream Compact Foundation. In de kleur CR15. Dat zal Cool Rose 15 zijn. Dat is ook zo'n zwart doosje. Dat is een iets groter dingetje dan de blush, zeg maar. Als je die open doet, dan komt er een... hier zit niks, maar er komt er zo'n sponsje mee. Dat zit in een soort houdertje. De achterkant van het houdertje is een spiegel. En dan is dit de foundation. Die er hier lang niet zo donker uitziet in de pan als dat hij is. Ik heb hem op. Wat vind ik ervan? Ik vond hem een medium dekking hebben. Ik heb meer van dit soort producten. En ik heb hem toen gezien bij Floating in Dreams. Toen dacht ik, nou, dan probeer ik hem ook. Ik vind deze heel fijn. Ik heb ook die van L'Oreal. Waar ben je? De Age Perfect. En ik heb eentje van Danessa Marks. Dat zijn dezelfde soort balmy foundations. Maar deze, echt... Ik vind hem heel mooi. De kleur past mij heel goed. En ik heb hem nu op sinds pak een beet een uur of 12 vanmiddag. Dus dat is, hoe laat is het? Het is 20 uur 37, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, half 9. Dus ik heb hem 8,5 uur op nu. Ga je in de spiegel kijken. Ja, ik ben hem een klein beetje verloren op mijn neuspunt, maar hooikoorts. Ik heb ook even geniest en afgeveegd en zo. Maar verder, hij blijft niet op droge plekjes zitten. Hij is niet helemaal dekkend bij mijn rode vlekken. Maar hier heb ik nog concealer bij gedaan, maar hier niet bijvoorbeeld. En dan zie je toch dat hij het redelijk gedekt heeft. Ik vind hem heel, heel fijn. Er komen natuurlijk nog filmpjes waarin ik al die spullen ga proberen. Maar vooralsnog, deze krijgt van mij wat dikke 8. Dit is alles wat ik bij Kiko besteld heb. Ik heb nog een bestelling bij... Zal ik dat ook laten zien? Zalando gedaan. Ik moet even bij mijn doosje. Nou, dat klinkt ook heel ranzig. Zo bedoel ik het niet. Ik leg die spullen allemaal even hier neer. Zo. Als we toch bezig zijn, hè. Dan ga ik gewoon weer mijn bril opdoen. Want het is een shoplog. Dus dan gaan we gewoon verder met shoppen. En ik hou deze lip combo gewoon even op. Ik heb de Revolution Velvet Priming Balm. Dat is een balm primer infused with hyaluronic acid en gran powder. En ik weet niet wat dat is. Gran powder. Blurs skin texture. Softens appearance of pores. Hydrates the skin. Grand Power Helps to Control Oil. Nou, daar heb ik geen last van, want ik heb een droge huid. Maar in ieder geval, hij ziet er zo uit.
Ik heb gekeken op de site van Revolution en daar is hij niet gewoon. Ik weet niet waarom niet, maar daar is hij niet. Deze komt van Zalando. Dit is een draaidop. En dan ziet hij er zo uit. Ik heb er al in gezeten. Het is heel zacht. Maar hij is gewoon kleurloos. En het voelt een beetje eerlijk. Het voelt een beetje siliconen aan. Ja, het eerste ingrediënt is dimethicone. Dat zijn gewoon siliconen. Als je dus niet tegen siliconen kan, dan is deze niet voor jou. Ik heb daar niet zoveel last van. Ja, er zit een heleboel meer in hoor. Daar met de koon weet ik dan toevallig dat dat een siliconen is. En verder weet ik dan niet helemaal precies. Dus, En verder heb ik ook qua primer de L'Oreal Prime Lab Advanced Derm Primer 24-Hour Pore Minimizer. Er zit 1% AHA plus LHA plus BHA complex in. Blurs pores, resurfaces skin over time. Flawless make-up for 24 hours. Visible flawless skin in 3 weken. Instantly pores, lines and perfection look erased. 24 hour poreless skin. Extends make-up wear. Oh ja, instantly pores, lines and imperfections look erased. Dit is in een tube. Het is een beetje, het lijkt een beetje jellerig, een beetje roze. Hier zit hij, gebruik even mijn andere vinger, anders denk je dat ik de hele tijd mijn middelvinger opsteek. Hier zit in, de eerste ingrediënt is water en dimethicone. Meestal met iets van pore blurring zit er wel iets van siliconen in, hè? Ik smeer hem even uit hier. En eerlijk, het lijkt wel, ik weet niet of het kan zien, dat kunnen jullie niet zien natuurlijk. Of de structuur... Hier heb ik hem gesmeerd, dit stuk, bovenin. En hier dan niet. Dus hier zie je heel erg de structuur van mijn huid. Maar hier gewoon minder. Dus dat lijkt echt wel iets te doen. Maar dat zien we hier bij die twee knokkels, zeg maar. Hier heb ik het gesmeerd. En dit is gewoon de structuur van mijn huid. Hier. Hier zie je lijntjes en dingetjes en zo. En hier lijkt het echt wel geblurred. Goh. Oké, hier ben ik echt wel heel verrast over, want ik had het eigenlijk niet verwacht. Ik ben enorm rommel aan het maken hier ook. Wat had ik nog meer? Ik ga toch die lipstift even afhalen. Omdat, ik heb al een keer eerder de Maybelline Green Edition laten zien. Dat is onder andere deze... Hoe heet dit? Super Drop Tinted Oil. Dat is een soort foundation op oliebasis, zeg maar. Dat is deze kleur. Daar heb ik ook een poeder van. Daar hebben ze een lippenstift van. En daar hebben ze een... Ik heb jullie verschoven. Ja, zo. Daar hebben ze een mascara van. Die mascara heb ik niet, want die vond ik niet fijn. Maar nu zag ik dat er ook gewoon lippenstiften van zijn. En die wilde ik wel een keer zien. En dat is deze kleur. Dus, nou. Lekker hooikorts, hè? Oké, wat vind ik ervan? Ik vind hem een beetje...
Hij ruikt niet lekker, maar dat doet die ander ook niet. Hij ruikt. Ja. Groen. En dat bedoel ik niet naar gras. Dan bedoel ik groen. Ik wil daar niet negatief over doen, want iedereen moet het zelf weten, maar... Ja, ik vind dat niet lekker ruiken. Zo een beetje zo gezond. Nou, ja, ik weet niet. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Hij ruikt groen, naar mijn idee. En degene die ik daar nog meer van heb, is dan zeg maar zo een. Dit komt dan uit zo'n verpakking. Die ruikt nog erger. Of hij is niet meer goed. Dat kan natuurlijk ook. Maar goed. Ja. Zacht. Balmy. Op zich prima. Ik kan natuurlijk niks zeggen over hoe lang die draagt. Want, nou ja. En bij mij draagt over het algemeen niet alles heel lang. Dus ik weet het niet. Dan heb ik van het merk Mina. Oh, nu zie ik het. Kijk, het lijkt net of er 3 Ina staat. Maar als je dan zo kijkt. Dan staat er echt een emmetje. Het merk heet dus Mina. Grappig. Een mascara gekocht. Een flinke tube, wel. Volume. De Volume heet het. De Volume mascara. Volume effect mascara in het zwart. Verder staat er niet heel veel op. Ja, de ingrediënt staat erop. En het staat alleen maar dat het een volume mascara is. Dus die gaan we proberen. Gewoon dat... En wat ik ook heb besteld is van de kleur 503. Dat is wel ongeveer mijn favoriete kleur van Mina. De No Rules Stick. En wat zegt hij dan? Een multipurpose color stick voor cheeks, lips en eyes. En er staat hier op 503. En dat is dan gewoon de kleur, zeg maar. Want ik heb nog meer producten en er staat dan een andere kleurcode op. Het is een tube. Die komt ook in de kleur. Ik heb ook andere lippenstiften hiervan. En dan krijg je zo'n stick. Dit is de kleur. Voor een blush denk ik ja. Het is een... je kan hem opdraaien. Het is gewoon niet een hele donkere kleur. Het is redelijk nude. Maar ja. Ik ben benieuwd. Als je hem zo voelt, dan denk je... Ja, hij voelt een beetje hard. De stick is een beetje stug, zeg maar. Maar als je hem uitblendt... Dan geeft hij een hele lichte wash van kleur. Dus ik ben benieuwd. Dan heb ik van Mina in de kleur 308 de lip pencil. Zo heet het gewoon, de lip pencil. In de kleur 308 en die andere was 503. En dan krijg je gewoon een potlood. Die heel hard aanvoelt. Waar dan uiteindelijk deze kleur vanaf komt. En dat lijkt mij een hele nude kleur. Ja. Ik weet niet, want het is... Ja, ik heb nu echt rode lippen van het afhalen en zo. Maar... Ja, je ziet het nu gewoon bij mij niet echt. Maar ik ga hem proberen. Je ziet de kleur nu niet. Want ik heb gewoon nu gekleurde lippen omdat ik veel dingen geprobeerd heb. En als laatste heb ik in de kleur 504. Dus ik dacht, laat ik eens veranderen van kleur. De Color Lip Glow. Moisturizing lipstick with a glow finish. Het is dus geen gloss. Ik dacht al, ik zeg altijd, ik ben geen gloss persoon. En dan heb ik allemaal glosses besteld. Die ziet er zo uit. Het is een plastic omhulsel. En dan de kleur die erin zit.
504, de Lip Glow. Dat is ook zo'n dunne. Dat is deze kleur. Dat lijkt me wel een hele mooie kleur. Ja. Voor mij heel nude. Lijkt op mijn eigen lipkleur. Hij is... hij voelt een beetje als een lipbalm. Heel zacht, heel romig, heel fijn eigenlijk. Alsof je gewoon een lipbalm op hebt. Helemaal niet, ook niet zwaar of zo. Het is niet dat je denkt, wow, ik heb mijn lippen... hè? Dat kan je wel eens met een matte lipstift hebben, dat je echt denkt, wow. Maar dit is echt... Het is een mooie, natuurlijke kleur, nude kleur. Voor mij is het nude. Want hij komt ook heel erg in de buurt bij mijn eigen lipkleur. Iets neutraler zou ik zeggen. Dit was alles wat ik gekocht heb deze maand. Of ik het ga proberen ook deze maand, weet ik niet. Want ik heb eigenlijk al dingen voorgepland en gedaan. En in juli ga ik een collectie video's maken. Dus dan krijgen jullie die ook te zien. En dan komt deze komen dan in de loop van... Nou ja, goed, dat maakt niet uit. Maar dat ik ga er in ieder geval mee spelen en ik ga er mee opmaken. En dat komt allemaal ook wel een keer in mijn everyday bakje voorbij. En we gaan, ik ga daar natuurlijk testvideo's van maken. Want dat hoort erbij. En dat vind ik leuk. En, ja. Dus collectievideo's. Want ik had gezien dat er in april opmerkingen waren over... Kun je een keer collectievideo maken... Ben ik mee bezig. Maar dat komt dan in stukjes. Dus delen van de collectie. Want anders dan zit je anderhalf uur naar een collectievideo te kijken. En dat vind ik een beetje lang. En deze is al heel lang. Nu 32 minuten. Dus die komen eraan. Maar dan in juli. Deze probeer ik nog in juni te posten. Misschien even tussendoor. En dan deze producten komen vanzelf een keer terug in een testvideo. En ondertussen ga ik er ook privé nog mee spelen en doen. Dat komt helemaal goed. Ik zit naar mezelf te kijken en ik denk, deze lipstift, ja, ja. Ik ben benieuwd hoe die valt als ik minder rode lip heb van het proberen. En daar heb ik niet eens heel veel geprobeerd. Goed. Mijn zonen gaan stappen, dus wij gaan lekker even met z'n tweeën tv kijken en zo. Dan komt het helemaal goed. En dan zie ik jullie bij het volgende filmpje. Bedankt voor het kijken. Fijne avond. Geniet ook van het mooie weer. Ook 's avonds. Want dan is het het allerlekkerste. Overdag vind ik het niet zo fijn. Het was hier vandaag 28 graden. Lang leven de MS. Dan voelen mijn benen als beton. Maar dat is voor iedereen anders. Ik hoop dat je er goed doorheen komt. Ik hoop dat je er tegen kan. Ik hoop dat je ervan geniet als je ervan houdt. En anders, het gaat vanzelf weer over. En het wordt vanzelf weer winter. Ja, ik heb wel geleerd om me niet zo zwaar aan te tillen. Morgen wordt het weer een mooie dag. En dan gaan we nog weer genieten van het weekend. En dan bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!